Ja, deze tweede generatie Opel GT is geen onbekende verschijning op de Nederlandse en Belgische autosnelwegen. Maar wel een zeldzame verschijning door zijn beperkte verkoopvolume dat hij destijds heeft gerealiseerd. Maar wat wel een unieke verschijning is, is de auto die hiernaast staat: zijn broer, de Pontiac Solstice. Ja, want deze versie is exclusief voor de Amerikaanse markt ontwikkeld en gebouwd. Ja, exclusief en toch staan ze hier beide naast elkaar, gebroedelijk, want het zijn broertjes zoals ik al zei. Maar als we gaan kijken naar dat deze auto hier staat, dat is juist te danken aan de auto die ernaast staat in het zwart, die Opel GT. Maar we kunnen het ook andersom stellen. Zonder die Pontiac Solstice was die Opel GT er weer niet geweest. Ja, hoe dat allemaal zit, dat leg ik uit in deze aflevering van Sjoerds weetjes Ja, bij General Motors, het moederconcern van op dat moment Opel en van Pontiac, een inmiddels ook verdwenen merk uit het General Motors portfolio, die kregen een nieuwe vice chairman, Bob Lutz genaamd. En die startte op 1 september 2001 en die kwam natuurlijk op de designafdeling, want het is een ultieme petrolhead. En hij wilde juist weer ja, spraakmakende auto's op de markt brengen. En hij zag daar een schets van een onwijs leuke, kekke tweezitter onder de noemer Pontiac. En hij zegt, die auto die moeten we in productie gaan nemen. En zo geschiedde. binnen vier maanden stond er een rijdend prototype. Dus inclusief aandrijflijn met een koets 1 op 1. Niet een 1 op 1 schaalmodel, wat je vaak op een autoshow ziet. Nee, gewoon echt een rollend, rijdend prototype. Ja, en dat was op de autoshow in januari 2002 in Detroit de North American International Auto Show en daar maakte deze auto als conceptcar Furoren niet alleen als een open tweezitter, maar ook als een coupéje, want die toverde die Bob Lutz toverde die gelijk uit de hooghoed die nieuwe vice chairman van General Motors. Ja, vier maanden tijd waar je normaal negen maanden over doet om een prototype vanaf de schets tot een rollend of in ieder geval representatief één op één schaalmodel te maken, dat was wel een record tempo. En dat deden ze door juist veelvuldig gebruik te maken van bestaande onderdelen. Niet alles opnieuw ontwikkelen, niet alles opnieuw bedenken. En dat was ook de filosofie worden om deze auto uiteindelijk in productie te nemen. Ja, en die Bob Lutz, dat was een groot voorstander van om die conceptcar Solstice ook daadwerkelijk te gaan bouwen. Het was hem eigenlijk alles aangelegen om Pontiac, op dat moment een beetje een sportief Amerikaans merk, deze auto te gunnen. Om juist dat Pontiac uit het slop te trekken en juist een statement te maken met een onwijs leuke, kekke, open... Sportwagen, ja iets wat Pontiac eigenlijk nog nooit had gebouwd. Motor voorin, achterwielaandrijving, open dakje, tweezittertje. Binnen General Motors, noem er eens één een op, welke ze in het verleden hebben gebouwd volgens dit concept. Oh ja, en het moest een betaalbare auto zijn, dus vandaar dat ook die ontwikkeling van dat conceptmodel ook heel erg goedkoop moest zijn, maar ook de ontwikkeling tot het productiemodel moest ook super goedkoop zijn. Ja, en vandaar dat die beslissing om die auto daadwerkelijk te gaan bouwen ook heel veel maanden, laten we het houden op jaren, in beslag nam. Ja, zes maanden waren dan die centenneukers van General Motors bezig om te kijken van hoe ze voor een, ja, een schappelijke prijs zo'n roadster in het productieprogramma konden nemen. Ja, en wat deed het management ondertussen? Die verlaagde elke keer in de media. De instapprijs van zijn auto moest in eerste instantie bijvoorbeeld 25.000 dollar kosten. Het werd al heel snel 20.000 dollar. Het moest een pocket rocket worden. He, eentje die iedereen kon betalen en daardoor hoge volumes kon scoren. Want wat die Bob Lutz natuurlijk voor ogen had. Achterwielaandrijving. Maar ja, dat was geen platform binnen het General Motors concern. Dat daadwerkelijk zo'n platform... Ja, dat bestond gewoon niet. Dus dan moest dan of gekeken worden naar of we gaan een compleet nieuwe ontwikkelen, zei General Motors. Of we doen er eentje die bestaat aanpassen. Als je het hebt over een nieuw platform ontwikkelen, kost ongelooflijk veel geld. Uh, dat betekent ook dat je volume moet draaien. En daar zat een, een volume aan vast van ongeveer 200.000 tot 250.000 uh, exemplaren op jaarbasis. Maar als je het hebt over een, over een roodstertje... Die heeft altijd een piek, vanuit jullie gezien, een piek omhoog. En dan gaat hij eigenlijk al in het tweede jaar, daalt hij al enorm sterk. Dan is het nieuwtje ervan af. Dan heeft iedereen hem eigenlijk al, uh, ja, die hem wilde hebben... Doelgroep is natuurlijk heel klein en dan gaat zo'n volume gaat drastisch omlaag en dan hebt die weg en dan kun je niet meer scoren. Dus dat betekent ook dat je je productie erop aan moet passen dat je in de eerste periode gelijk aan die vraag kan voldoen. Want anders zijn die kopers weg. Maar dat betekent ook dat je je productie moet afstemmen op in de jaren die daarna komen dat die afvloeiend is. Ja, dus wat dachten ze nou bij, uh, bij General Motors? Oké, okay, als we Pontiac nou zo'n leuke roodzertje gunnen, dan moeten we eigenlijk kijken of bijvoorbeeld een merk in Europa er wil aanhaken. En daarvoor kozen ze natuurlijk, het grootste volumemerk van, van General Motors in Europa was natuurlijk Opel. Dus zij dachten, wat als we nou Opel erbij betrekken? Dan hebben we die Pontiac Soltis voor de Amerikaanse markt en dan hebben we Opel met hun GT... Voor de Europese markt. Nou, bij Opel keken ze daarna, dat was ze ondertussen leefden we in 2003. En bij Opel zeiden ze nou: wij willen juist dat onze auto's wat sportiever worden, qua uh, sexier worden en dat ze wat meer eigen gezicht krijgen. En dat was dan de vertaling richting de designafdeling met het ontwerp van die auto. En toen ze keken naar die Solstice, toen zeiden ze: ja, maar dit is juist een vormtaal die wij niet associëren met Opel. Dus ja, dat autootje. Dat willen wij eigenlijk niet hebben. Uh, een voorwaarde van uh, Bob Lutz was natuurlijk ook. Ik zei het al: achterwielaandrijving. Uh, daarnaast moest je een handmatig bedienbare kap hebben. Hij had het liefst nog handmatige raambediening. Dat hebben ze uiteindelijk geschrapt. Maar die auto moest ook een viercilinder motor krijgen. En bij Opel zei ze juist: ja, maar als we een compacte open sportwagen wil hebben, ja, dan moeten we op zijn minst een zescilinder aanbieden. Ja, nog gaver zou zijn een achtcilinder. Nou, Bob Lutz die zei uh, dat gaan we dus niet doen. Dus toen zei ze bij Opel eigenlijk ook van ja, dan houdt het voor ons op. Dan is het niet de koers die wij willen varen met zo'n open twee-zitter in ons Europese leveringsprogramma. En zo ebbten het eventjes weg. Zo verdween het project even in de ijskast. Ondertussen gingen natuurlijk hè, de boekhouders van Pontiac die gingen doorrekenen. En toen was er opeens ook in 2003 dat de designafdeling van. General Motors en dan de Engelse divisie onder de noemer Vauxhall met een conceptcar kwam. Vauxhall bestond 100 jaar en uh, die dachten: als we nou een leuke sportwagen tonen, dan krijgen we natuurlijk heel veel media-aandacht. Dat is goed voor ons imago. Nou, en dat ontwerp, ja, dat zie je eigenlijk in de basis hier staan. Dit is eigenlijk een ontwerp zoals die heren van Vauxhall onder de noemer VX Lightning die auto presenteerden. Ja. Dus toen begon het balletje weer te rollen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat General Motors kreeg ook vanuit Duitsland te horen. Ja, maar Zo'n Pontiac Solstice die voldoet eigenlijk niet aan de Europese homologatieregels die vanaf 2005 gaan telden. En toen introduceerde de Europese Unie regels op het gebied van voetgangerveiligheid. Ja, Die pedestrian safety betekende dat die neus moest langer worden, die neus moest hoger worden. Er moest ruimte komen tussen de motorkap en het motorblok. Er moest dan ongeveer een centimeter of acht zijn. Dat kon je oplossen door hem lager te maken, maar dan ondertussen... Hier een pop-up systeem, dat als je een voetganger raakt, dan komt die motorkap die komt omhoog, dat er meer ruimte ontstaat tussen de motorkap en het motorblok en dat dus uiteindelijk die voetganger die je raakt dan zachter valt, want hier kun je dan die motorkap laten inveren. in plaats van dat die meteen baf op dat harde gietijzeren motorblok terecht kwam. Ja, en als je dan kijkt naar dat neusje van die Pontiac Solstice en je kijkt naar het neusje van die Opel GT, die overgang is een fractie langer geworden, die neus is wat hoger opgetrokken. En er zit wat meer ruimte in om aan die eisen die de Europese Unie aan die autofabrikanten stelt, om dat te realiseren. Juist. En toen dachten ze bij Opel van ja, het is wel mogelijk om dat te doen. Kijk, sowieso hè? Waarom zat nou dat? General Motors zo te hameren op Opel. Waarom zei ze continu tegen Opel, kijk er eens na, kijk er eens na, denk er eens over na. Wie willen die auto. Ze konden dat, wat ik al zei, ze konden dat met één auto niet realiseren. Dan moest een partner binnen dat gamma, moest er komen. Ja, uiteindelijk is dus die Pontiac Solstice uitgekomen. Er is een Opel variant. Maar wat ze deden bij General Motors, is deze variant, zoals die hier staat, is namelijk ook in Amerika geleverd. Dus met dit... Ja, zeg maar uh, Opel tenuutje. Niet als Pontiac. Nee, als Saturn Sky. Dus kreeg je uiteindelijk niet minimaal twee merken die ze nodig hadden om die volumes te halen. Er moesten ongeveer minimaal 100.000 auto's per jaar worden verkocht. En sorry, 20.000 Pontiac Solstice worden verkocht. In een levenscyclus van vijf jaar is dat 100.000. Dus er moesten er meer dan 100.000 gemaakt worden. En dat deden ze dus door ook nog eens een keertje op de Amerikaanse markt de Opel variant te introduceren als Saturn Sky. Ja, uiteindelijk is er nog een merkje bijgekomen, dat is Daewoo. En die mochten twee jaar lang in Korea deze auto met dit design ook daar leveren. G2X heet die. Ja, en Vauxhall dan? Natuurlijk, hè, dat is het broederbedrijf, het broedermerk van Opel in Europa. Nou, Vauxhall eh, streep erin. Waarom? Ze hebben alleen een versie ontwikkeld met het stuurwiel aan de linkerkant, niet aan die rechterkant. Dus Vauxhall, die in de basis, aan de basis staat van het ontwerp van die OPGT, mocht niet eens meedoen in dit roodsterfeestje. Ja, de Pontiac Solstice kreeg dus groen licht. Ik was nu even te ver hè, door te zeggen welke er allemaal gekomen zijn. Maar dat hij in productie is gegaan, dat mag natuurlijk ook duidelijk zijn. Hè? Want hier staat hij. We kunnen er even op kloppen dat hij er daadwerkelijk staat. Ik kan hem hier ook aanraken. Het is niet een uh, 3D-showtje uh, uh, van gemaakt. Nee, hier staat hij. Hij is daadwerkelijk heeft hij groen licht gekregen. Mede omdat ze juist die Opel erbij konden betrekken. En daar hadden ze hoge verkoopwachtingen van. Hier hadden ze ook hoge va verkoopwachtingen van. Want de belangstelling was enorm. In 2005, toen. Gingen de allereerste exemplaren vanuit die fabriek in Amerika gingen richting de klanten. En op het moment dat die eerste auto's arriveerden bij de dealers, was er al een enorme wachtlijst. Ze konden al het productievolume niet aan. Er was meer belangstelling dat General Motors op dat moment kon produceren. Maar op het moment dat deze auto's richting de dealers gingen, toen werd het groen licht gegeven voor die Opel GT. Is dat het groen licht? Nee, intern was er natuurlijk al lang groen licht gegeven voor die auto, maar toen werd het wereldkundig gemaakt. Ja, en natuurlijk, hè, dan moet je ook nadenken over hoe gaan we dan die auto dopen? Ja, de naam GT, niet echt een specifieke aantrekkelijke naam, maar wel een naam die aanduidt wat voor type auto dat het is. Een Gran Turismo, een lekkere lange afstandscruiser en dat is het ook met zijn Amerikaanse rijkarakter. De auto werd natuurlijk ook in Amerika gebouwd vanwege de kosten. Hè. Als je die auto op twee verschillende locaties gaat bouwen, heb je een, ja, een hogere kostenpost dan als je één fabriek pakt die ze allebei gewoon eruit stuurt. Maar die naam GT, waarom hebben ze nou gekozen voor die naam GT? Het was een historische naam. In het begin van de video zei ik al, het is de tweede generatie. Er was natuurlijk al in de jaren 60, jaren 70, was er al een Opel model, een coupé met de naam GT. Ja, en bij Opel dachten ze toch: ja, als we kijken naar de geschiedenisboeken, wat was nou onze beste periode? Onze mooiste periode qua auto's. Dan was het wel juist die periode dat die Opel GT lever was. Met onder andere. Qua sportieve modellen, de GT, de Manta. Uiteindelijk hebben ze dus voor GT gekozen. Ten meer omdat die Manta natuurlijk ja, een coupé was. Was die GT ook. Alleen ja, die Manta, dat was natuurlijk wel een autootje eh, met een heel positief imago, laten we maar zeggen. En die GT, dat was toch wel karakter. Ook al heeft die niks met elkaar te maken. Je zou kunnen zeggen, ja, maar heeft ook van die hoge wielkasten? Nee, allemaal niks. Het is gewoon de naam. Gewoon omdat het refereert aan een hele mooie, volgens het toenmalige management van Opel, periode uit de Opel-historie. Ja, hoeveel zijn er dan gemaakt? Want uh, ze hadden volume nodig. Ze moesten er 20.000 per jaar maken van die Pontiac Solstice. Ze hadden uitgerekend, ja, een levenscyclus van vijf jaar. De Pontiac, die begon in... 2005 dus zijn de carrière in Amerika, die Opel GT in 2007. Als je kijkt naar productievolume over de hele levenscyclus, 65.000 en een beetje zijn er van die solstice uiteindelijk gemaakt. Dat is overigens inclusief een coupé die aan het einde van de levenscyclus van die solstice er nog aan toe werd gevoegd. Van die Opel GT zijn er slechts 7.500 stuks van vervaardigd. En van die Saturn Sky, die hoger werd gepositioneerd dan die Solstice in Amerika, daar zijn er dan 35.000 van vervaardigd. Als je dan snel gaat rekenen, zit je op een kleine 110.000 exemplaren. dan reken ik nog ineens niet die Dewoo G2X reken ik mee. Schoot me nog iets te binnen, wat ik wilde zeggen. Ik ben het even ontschoten. Uh, ja, ik word er ook enthousiast van, hè? dat weten jullie. Ik vind het gewoon hartstikke leuk dat we deze twee hier naast elkaar hebben staan. Gelukkig bij één autobedrijf, dat scheelt dan weer met het regelen van die auto's. Maar het is gewoon fantastisch dat je ze naast elkaar kan laten zien. Want eigenlijk staan we nu gewoon in Amerika en hier staan we gewoon weer in, ja, in Europa. Deze alleen voor Europa, die alleen eigenlijk alleen voor Amerika. Ja, die Opel GT en die Pontiac Solstice. Ja, er kwam een einde aan. Die levenscyclus van vijf jaar. Die heeft hij net niet gehaald. Die Pontiac-versie. En waarom niet? Omdat General Motors. door de financiële crisis in 2008. kwamen ze in heel zwaar weer. En toen hebben ze gezegd: oké, okay, als we willen voortbestaan. Hè. Ze kregen natuurlijk overheidsteun. Daardoor werd GM omgedoopt in Government Motors. Niet officieel, maar gewoon een leuke woordspeling. Ja, althans, ik vind hem onwijs grappig. Uh, government Motors. En dus moest General Motors met een plan komen om weer gewoon gezond te worden. Wat deden ze? Ze schrapten het merk Pontiac. En vandaar ook dat het einde van die Pontiac Solstice in zicht was. Want Pontiac aan zich stopte ermee. Een van de laatst gebouwde auto's was die Pontiac Solstice. Enkele maanden voordat het definitieve stekker uit dat Pontiac werd getrokken. Ja, was dus de laatste Solstice. En dat betekende ook automatisch dat het doek viel voor die Opel GT, die overigens als je kijkt naar het volume van die auto, 7,5 stuks, toch niet zo'n heel groot verkoopsucces was. Er zijn er een fractie meer van verkocht dus dan van die Opel Speezer, die door Lotus in Engeland werd vervaardigd. Ja, de Opel GT Pontiac Solstice, klein verschil. Als je kijkt naar de vooruitstel, identiek. Als je kijkt naar de lijnvoering van de auto, identiek. Je ziet die hoog opgetrokken achterzijde. Je ziet die, die portieren die uitwisselbaar zijn. Maar een compleet ander dashboard, waardoor je iets meer ruimte hebt hier in het interieur. Motorisch wijken ze ook af. Onderstel of stemming, durf ik niet te zeggen. Maar hier liggen een atmosferische vier En daar ligt een geblazen viercilinder cilinder turbomotor in. En dat vormde dus voor. Het toenmalige management van Opel, het alternatief voor een V6-motor. Door daar gewoon niet 177 pk in te lepen, maar gewoon 260 plus pk uit die direct ingespoten 2-liter viercilinder motor. Ja, de Opel GT Pontiac Solstice. Er moesten minimaal twee varianten komen. Er zijn er uiteindelijk vier gekomen, maar allemaal op basis, die andere drie. Op basis van de Opel GT.